Het personeel van het Sint Vincentius ziekenhuis heeft vanmorgen het werk neergelegd. Aanleiding van deze actie is het uitblijven van de salarissen over de maand februari. Ook moeten ze nog achterstallige vakantiegelden ontvangen. Het is niet de eerste keer dat salarissen van het personeel laat worden gestort. Toen de directie geen bevredigende uitleg kon geven, besloten de ontevreden personeelsleden het werk neer te leggen en zich te verzamelen in de hal van het ziekenhuis. Rolando Seder stond ons te woord. Elke eind van de maand is het een probleem met onze lonen. Zaken die beloofd zijn of schriftelijk aan ons zijn bekendgemaakt, worden niet afgerond. En niemand geeft of niemand meldt aan de personeelsleden van dit is er gaande. Pas op de laatste dag moet je te horen krijgen van dit gebeurt niet en dat gebeurt niet. En dan moet je achteraf nog bepaalde onsmakelijke dingen horen dat bepaalde groepen extra's krijgen omdat zij strategische groepen zijn en men is bang dat als zij dan weggaan afdelingen gaan sluiten. Dan vragen wij ons af dat wie zijn wij. Want de afdelingen worden niet alleen door die gasten gedraaid. Die gasten hebben ons nodig. We zijn allemaal even belangrijk. En dat moet nu komen ophouden. Vanaf de persoon die het erf harkt of het perceel harkt tot de top is even belangrijk voor de patiënten. De patiënt moet geen keuze maken wie belangrijk is. Iedereen zorgt hier voor een goede zorg voor de patiënten. Seder benadrukt dat deze actie de patiëntenzorg niet in gevaar brengt. Wat hem het meest irriteert, is dat de directie niet communiceert met het personeel. Ik heb recent ook een probleem aangekaart. Ik heb verschillende directieleden geschreven. En ik heb maar van één directielid antwoord gehad. Dus als we praten over communicatie, dan is dit een recent voorbeeld. Dat er niet echt gecommuniceerd wordt met het personeel. En wanneer er gecommuniceerd wordt met het personeel, dan is het meestal al te laat. Als je me 28 februari om 2:30 bijvoorbeeld een schrijver geeft dat ondanks alle inspanningen het niet gelukt is om lonen te geven. Ik neem maar een voorbeeld erom, dat was het de voorgaande maanden. Dan vind ik niet dat je communiceert. Je communiceert dan maar te laat. Dat is de kalf al verdronken. Dus dat is het eigenlijk. En we zijn moe daarvan. Als jullie niks horen vandaag van de directie, wat gaan jullie morgen doen? Nou, ik hoop dat hij iets positiefs heeft te zeggen aan ons. Want als dat er niet is, moeten we eerst natuurlijk kijken. Ik kan niet bepalen voor anderen wat ze moeten doen. Het is wat het geheel voelt. Dat gaat gebeuren. Rolando Seder, een van de protesterende personeelsleden van het Sint Vincentius ziekenhuis. De salarissen over de maand februari zijn niet gestort. Het lukte ons niet om directeur Manoj Hindori te spreken. Zijn secretariaat gaf aan dat hij naar een spoedvergadering moest.